Deze nieuwsuitzending die gaat over relatietherapie en de gevaren daarvan. Relatietherapie is punt 1 niet altijd via de verplichte volksgezondheidsdingensverzekering meeverzekerd. Ze ga je nog kosten ook. Het kost je geld, zonder meer. En een hoop tijd. Aan een sessie ben je al gauw een uur kwijt. Nou, heb je ook nog 10 minuten wachten in de wachtkamer. En in mijn geval zat de therapeut in Brummen. Dat is wel een mooie locatie hoor, daar niet van. Maar wel even een eindje rijden. En dan weer terug. Bijna een uur heen, of 3 kwartier heen. En weer 3 kwartier terug. En wat geeft het je? Maar voordat ik erover ga beginnen, over de zin en onzin van relatietherapie, sta ik eerst even stil bij het feit dat onder deze video, in de description box, in het beschrijvingsvak, daar staan een aantal links en de eerste twee, daar sta ik nu bij stil. De eerste die verwijst naar Alan Watt van www.cuttingthroughthematrix.com. En die eronder is van Jörg Gliesman. Het zijn allebei bijzondere mensen en bijzonder de moeite waard om uren naar te luisteren. Jörg Gliesman doet boekbesprekingen. Die gaat voorlezen. Een voorleesvader. En dan boeken zoals... Wat heeft hij ook weer gedaan? The Global Vatican. Van Rooney. Hij heeft het boek. Ik ben bij Jörg Gliesman thuis geweest. En hij liet me het boek zien. Een heel mooi boek. Hardback heet dat. En de kostenpatiënten. Kan je niet op internet gratis downloaden. Nee, het boek is gepubliceerd in 2006. Dat valt nog onder auteursrecht en alles. Kan je op Amazon.com kan je het bestellen, denk ik. The Global Vatican. En Alan Watt is, die doet niet aan voorlezen. Wat Alan Watt doet is, hij hangt rond op het internet. Dan kijkt hij naar een mail online of zo. Of een website van de BBC. Of een publicatie van de Verenigde Naties. En allebei hebben ze een hele mooie stem. En Alan Watt die doet alleen maar Engels. En Jörg Gliesman die doet Engels, Duits en Nederlands. Nederlands, Vlaams. Hij heeft zijn, Jörg Gliesman is opgegroeid in Hamburg. En via levensontzwervingen in Leuven beland. Ja, en daar praten ze van de Belgische Vlaams. Belgisch, dus Vlaams. Van Vlaanderen. Maar hij is heel goed te verstaan. En Jörg heeft een mooie stem, een mooie duidelijke dictie. Ja, zorgvuldige besprekingen van dat wat er gebeurd is. En dan is het verschil tussen Alan Watt en Jörg dan ook nog een keer dat Jörg de Bijbel leest. En duchtig. Dat is echt een Bijbelstudent. En Alan Watt helemaal niet. Over relatietherapie. Dat heb ik gevolgd. Ik heb een heel problematisch huwelijk gehad.
Dat is niet om mij te beklagen, daar gaat het helemaal niet om. Ga je niet de siliepoot lopen uithangen. Want al die rommel is voorbij. Het heeft een hoop geld gekost, dat hele avontuur. En de relatietherapie ook. Dat was in mijn geval €95 per uur. Plus dat mijn partner, de moeder van mijn kind, die vond het normaal en logisch dat ik de auto zou regelen. Ja, want zij had haar werk. Au. Ik heb gezien op internet dat er in Engeland een nieuwe golf van relatietherapeuten is ontstaan. En die houden niet alleen in de gaten of hoe het met de relatie gaat. Daar kan ook wat een en ander in mis zijn, hoor. Twee mensen elkaar niet begrijpen. Maar het kan ook zijn dat een van beiden, of allebei, dat ze niet te begrijpen zijn. Vanwege, en dat is in 99,999% van de gevallen, omdat ze een jeugdtrauma hebben. De moeder van mijn kind heeft dat. Daar ben ik uiteindelijk achtergekomen. Ik heb samen met haar in totaal 8 professionals erbij gehad. En uiteindelijk kwam dan de aap uit de mouw. Dat er tegen haar werd gezegd van, ja, mevrouw, u heeft een ernstig jeugdtrauma en daar moet u zo snel mogelijk wat aan gaan doen. En de moeder van mijn kind, zo kijken, zo, van die betraande ogen. Ja, we lopen samen, lopen we weg bij die therapeut. En dat was in Nijmegen. Wat een drama was dat, zeg. Maar in elk geval, de aap was uit de mouw gekomen. Dus dan zaten we terug in de trein vanaf Nijmegen naar Arnhem. En ik had eventjes de boel laten betijen, hè, een beetje rustig aandoen. En dan tegen haar gezegd, of gevraagd, van nou, wat vond je ervan? Ja. En dan keek ze me heel kwaad aan. En zei ze, wat vind ik waarvan? Ik zeg nou, er is net tegen jou gezegd dat jij een ernstig jeugdtrauma hebt. En dat je daar zo snel mogelijk wat aan moet gaan doen. En dat was ze link, jongen. Jij leugenaar. Dat is niet tegen mij gezegd. Nee, dat is tegen jou gezegd. Ja. En met haar ben ik... Dat was in 2008... En in 2003 of zoiets zat ik voor het eerst met haar bij een relatietherapeut. En mensen met een jeugdtrauma, die zijn gefragmentiseerd of gecompartimentaliseerd. Ze hebben fragmentarische herinneringen. Dat komt omdat ze die trauma's als kind, die hebben ze in een hokje gestopt. Dan komen ze de volgende dag op school en ze kunnen niet vertellen wat gisteravond is gebeurd in de klas, want dan vallen ze buiten de groep. Dan wordt dat weggeblokt. Ja, dat kan dus. En als dat blijft, joh, dan heb je een
gecompartimentaliseerd brein levert ook fobieën op. Krijg je dingen als spinnenangst. Andere angsten. Oh nee, dat wil ik niet. Dus het maakte niet uit wat er te gebeuren stond. Mevrouw kreeg angst. Alles moest precies zo blijven zoals het was. Nou, en toen zag ze ook nog vliegen. Dus zij was ervan overtuigd dat ik seks had met de werkster. De werkster was een Turkse. En zij heeft zo'n, die oudste zus. Dat is echt zo'n tatatatata aanvallen. Die kwam ook wel eens schoonmaken. Want dat was de deal. Hè? We hadden een afspraak met die familie. Er waren drie zussen. Nou, en die jongste was een heel lief, rustig iemand. En die was doktersassistent. Die had een opleiding afgemaakt. Dat was een slim hoor. En die werkster van ons, ja, dat was een beetje ja, het schommelkontje van. Maar heel lief. Het was de enige vrouw die schoonmaakte in mijn huis. En die heeft dus, de moeder van mijn kind heeft de werkster de deur uitgepest. Want ze was ervan overtuigd dat ik. En dan zat zij op haar werk. En dan zit, oh, dan zit Perry, dan zit thuis met de werkster. En dan zit hij haar naar. Ja, dan gaat die werkster op de knieën. En dan Perry in het huwelijksbed. En de werkster neuken. Op internet heb ik gevonden dat je in principe niets, als je beland bent in een relatie met zo'n iemand, hoef je helemaal niet naar relatietherapie te gaan. Dat is zelfs slecht. Het maakt het alleen maar erger. Het heeft geen enkele zin. Anders dan dat jij er als man achterkomt. Dat je moet ophouden. Niet omgaan met zo iemand. Daar moet je niet eens afscheid van nemen. Want daar kunnen ze ook niet tegen. Je moet heel langzaam moet je buiten beeld gaan drijven. En dan bellen ze op en dan zeggen ze: jij hebt al een hele tijd niet meer gebeld. Nou, dan verzin je een smoes. Ja, ik had een beetje druk. Ja, maar voel je je dan wel lekker? Ja, nou eigenlijk niet. Ik ben een beetje moe. En vanavond wil ik vroeg gaan slapen. En weet je wat? Ik ga lekker vroeg naar bed. En dan bel ik jou. Ja? Oké, doei. En dan hang je de telefoon op. En dan ga je verder kijken naar Netflix. Of klussen aan je zelfgebouwde drone. Lekker met de soldeerbout. Weerstandjes verwijderen en vervangen door een beter. Het is moeilijk hoor. Mensen met een getraumatiseerd verleden. Die dat niet onder ogen wilden zien. En als kind konden ze het niet. Mag je van een kind, mag je dat niet verwachten. Maar als zich dat doorzet in de volwassenheid, door de puberteit heen. Ja. En als die mensen vervolgens in alle toonaarden ontkennen dat er iets met hun aan de hand is. Kappen met die handel. En die Britse aanpak is dat er aan de twee partners, een man en een vrouw, laten we daarvan uitgaan. Zeker als je kinderen erbij hebt. Het was in ons geval een kind.
Nou, er worden er vragen gesteld over de jeugd. Vertel eens wat over de relatie met je vader. Vertel eens wat over de relatie met je moeder. Nou, bij mij is dat vrij simpel. Mijn ouders waren een stelletje kinderen die niet het vermogen hadden om te zorgen voor mij en mijn zus. Kijk, een olifant kan niet vliegen. Die heeft het vermogen niet. Dan kunnen we zeggen, oh, een stomme olifant. Maar Dombo, die kan toch vliegen? Met zijn oren kan hij toch vliegen? Ja. Maar de Indische olifant, Indiaanse olifant. En de Afrikaanse olifant heeft nog wat grotere oren, maar die kunnen ook niet vliegen. En mijn ouders konden niet voor mij en mijn zus zorgen. Ruzie maken, toestanden. Maar ik heb wel leuke herinneringen. Met mijn vader heb ik wel enorm gelachen, hoor. En ik had de grootouders van vaders kant. Die hadden een harmonieus bestaan. Daar ging ik iedere zondagmiddag naartoe. En van mijn oma kreeg ik boterhammen met hagelslag en een glas cola. Ze hadden, weet ik wel, er kwam de melkboer kwam langs. Wat tijden waren dat, hè? En de melkboer kwam langs en die zette elke dag een fles melk neer. Op de stoep. En dan schreef hij op in zijn boekje. En dan na een week of na twee weken, dan belde hij aan. En dan liet hij het boekje zien en dan betaalde mijn oma. En dan stond die fles melk buiten de koelkast op het aanrecht. Lekker hoor. Dat was mijn moederfiguur. Altijd respectvol naar mij. Als ik binnenkwam, dan gingen de ogen helemaal stralen. Van, oh jongen, ben je daar? Ja. Ja. Ja, dan kan je zeggen, ja, dan zijn er maar je grootouders geweest. Nou, het was genoeg voor mij. Ik ben wel heel boos geweest op mijn vader en op mijn moeder. Maar dat is mijn jeugd. Voor de rest, ik weet nog dat ik ging fietsen en dat ik ging zwemmen en dat ik foto's ging maken. En knutselen deed ik heel veel. Dat is mijn moeder. Mijn vader, mijn ouders hadden weer eens ruzie, hè? En mijn vader die was pleiten gegaan zonder gedag te zeggen. Dat vind ik onvriendelijk en onbeleefd. Als je weggaat van je kinderen, het minste wat je kan doen, daar is een briefkaart achterlaten. Of een cassettebandje met een boodschap. Van, ik ben niet boos op jullie. Maar ik ben zo boos op jullie moeder. Dat het beter is dat ik even ga afkoelen. Jullie vader. Je hoort nog van me. PS, je hoort nog van me. Maar dat was vriendelijk geweest. Nee, mijn vader was gewoon de deur uitgegaan. Dus. Ho, 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 ho. Ja, en dan werd mijn moeder heel erg boos op mij. Ik zou echt niet weten waarom. En zei ze, jij hebt straf. Ga naar je kamer. Ik zei, oké. Okay. Ja, ik naar mijn kamer toe. Ja, mijn kamer. Ik had daar een bruin zeel meubel dinges met allemaal planken. Helemaal vol met rotzooi.
En een soldeerbout en een fles zoutzuur en een spiritusbrander en een oude radio die het nog deed. En wat een wereld aan junk, man. Zit ik lekker op mijn kamer. Oh, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En dan zit hier ook weer. En dan gaan we iets op. Ja, wat je maar wil, hè. Ik had een schijkende doos. Mangaanoxide. Daar kan je hele leuke dingen mee doen. Komt mijn moeder daarna naar boven. En die doet dan zo zonder te kloppen mijn deur open. Vind ik onbeleefd, hè? Eerst even kloppen. Klok, klok, klok. Even aanmelden. En niet gelijk die deur open. En dan en mijn moeder zo. De straf is voorbij! Ik zat op de grond. Dus ik kijk om. Ik zeg, oké, is goed. En ik lekker doorknutselen, want ik zag het helemaal zitten. Oh, lekker bezig, man. Ik kom mijn moeder even laten naar boven. Ja, ik heb toch gezegd dat je straf voorbij is? Dus wat doe je nog op je kamer? Ja, dat was mijn jeugd. Ja, was het raar? Ja, best wel. Heel raar. Ik snapte er geen donder van. Maar elke zondagmiddag kwam ik bij mijn grootouders van vaders kant. En dan was het, ja jongen, en hoe gaat het op school? Ik zeg, nou oma, het gaat best goed. Ik heb een 8 voor wiskunde. Oeh. En mijn opa, dus de vader van mijn vader, ja, dat was mijn vaderfiguur. Die deed nooit wat. Die zat als een hele grote leeuw. Zat hij in zijn feng shui correct geplaatste stoel. Met een puzzelboekje. En een pakje caballero. Dat zijn van die sigaretten. Een mooie grote asbak. En een kop koffie wat hij een half uur daarvoor van mijn oma had gekregen. En dan zegt mijn oma zo dan, Frans, drink je koffie op, want straks wordt het koud. En mijn opa en altijd zo'n beetje lachen. En dan zei hij, ja, ik hou van koude koffie. Ja, potje schaak spelen met mijn opa. Uit fietsen geweest. Ja, hij op de brommer en dan ik op de fiets. Helemaal naar de Amstel. Oh, dan gaan we gaan vissen. Heb ik nog een baars gevangen. Eén keer van mijn opa op mijn kop gehad. Nou, that's it. En dat had ik ook gelijk begrepen. Hoor. Opa, ik snap het al. Ik heb helemaal niet geprotesteerd, gewoon mijn mond gehouden. Ik bedoelde het ook niet zo. Alleen het schoot hem in het verkeerde keelgat. En dat snap ik wel. Mijn opa die verdiende best veel geld. Maar maakte hem niet meer dan een arbeider. Hij stemde P van de A. De Partij van de Arbeiders. Terwijl hij was hoofdeindcontrole bij Fokker. Die vliegtuigen in die tijd, dan zal nog steeds wel zo zijn, hè? Alleen Fokker is natuurlijk weg. Maar die Fokkervliegtuigen, die kwamen dan na zoveel vlieguren in de loods. En dan werden ze helemaal uit elkaar gehaald. Alle stoelen gingen eruit. Alles, alles. En dan wordt de hele boel weer in elkaar gezet. En mijn opa die liep in de rondte met zo'n klembord, met een checklist. Dit controleren, dat controleren. En als mijn opa zei, dit vliegtuig mag vliegen, dan mocht dat vliegtuig vliegen. Eén keer heeft mijn opa een fout gemaakt.
heeft hij mij ook verteld. Dan zat er in zo'n Fokker Friendship of Fellowship bij de cockpit. Dat rechte raampje, zelfs buiten de ooghoek van de piloot. En daar zat een minuscule, een vlekje. Het was niet een barst. Het was een iets van een beschadiging. Ja, mijn opa zei van, oh, doe maar. Dat was een, zat er die ruit er maar in. Nou, toen is er een vergadering geweest en is er gezegd van nee. Zelfs dat mag niet. Oh, zei mijn opa. Oké. Dus ik weet hoe een moeder en een vader functioneert. Het is een rol die je doet. Nee, nee. En mijn ouders die konden er helemaal niks van. En daar ben ik ongelooflijk chagrijnig over geweest. Dat wel. Potverdorie. Dat heeft ik dan weer. Dus heb ik een jeugdtrauma? Ja. Ja. Maar daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb mij aangemeld bij de huisarts. Ik heb tegen die kan in 32 was. Och, dat was niet mijn hoogtepunt van mijn leven. Dus ik zat naar mezelf te kijken. Ik denk, nou, zelf. Volgens mij ben jij, volgens mijzelf, dus ook volgens jouzelf, ben jij hartstikke depressief. Ja, dat was ik al. Binnen no time zat ik in Wolfhezen. Niet intern, dat wilde ik wel, maar dat kon dan niet. Ik moest maar blijven werken. Ha, 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 ha. En toen heb ik mijn ouders... Ik heb een droom gehad. Ik zag die dromen. Die heb ik verteld bij de therapeut. En toen zei die therapeut tegen mij... Nou... Volgens mij ben jij er zo dadelijk uit. En dat was ook zo. Maar de moeder van mijn kind, die zit er nog helemaal in. En bij die Britten hadden ze dat zo in de gaten gehad. En de relatietherapie gestopt, want dat doen ze dan. Ze zeggen van, oké, een van jullie twee, namelijk die, heeft een ernstig jeugdtrauma. En dat wordt opgelost op instigatie. Het initiatief ligt bij diegene. En als diegene met een jeugdtrauma er niks aan wil doen, afgelopen mee. Want je komt daar niet uit. En die therapeut die wij hadden, die wilde daar niet aan. Ik heb dat tegen hem gezegd. Ik was met haar bij de relatietherapeut en ik zei, ik wil het ergens anders over hebben. Oh, die man, waarover dan? Ik zei, nou, volgens mij heeft de moeder van mijn kind... een ernstig jeugdtrauma. Dat was voordat ik dat officieel hoorde in Nijmegen. Ik zei, ik wist dat toen al. Ja, zei de therapeut, maar zo gaan we niet beginnen. Want een goede relatie is dat je elkaar accepteert zoals je bent. Wat? Woedeuitbarstingen, scheldpartijen, gooien met z'n vies, liegen, vreemdgaan, je kind slaan. En ik dat accepteren?
ik kwam bij die relatietherapeut dus. De eerste keer en allemaal heel officieel. Ja, dan moet je van tevoren een e-mail sturen met jouw wensen tot verbetering der relatie. Nou, voor mij was het heel simpel. Want de eerste stap die ik wilde dat er gezet zou worden, is dat de moeder van mijn kind zou stoppen met het in huis halen van Jan en alle man. En dan alleen maar mensen van het type man. Kortom, een beetje juffrouw Saartje spelen, zoals in Zwiebertje. Daklozen haalden ze naar binnen. Maffe Marokkanen. Als het maar een nat geregende hond was, ja, dan zat hij 's middags in mijn keuken. En dan kom ik thuis van mijn werk en dan zit er zo'n nat geregende hond. En als zo'n nat geregende hond dan beviel, ja, dan mocht hij elke week komen. Ja, want dat is gezellig. Ja, ik vind het helemaal niet gezellig. Ik vind het nergens op slaan. Die woning die ik geregeld had, het was een soort van opvang voor mannen. En allemaal kijken naar de kont en de tieten van de moeder van mijn kind. Nou, na 2 jaar kwam de therapeut er dan achter van, oh ja, er is misschien toch wel een probleem met al die mannen over de vloer. Ja. Ha, 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 ha. 2 jaar. We hebben het over eens in de... Nou, zeg, eens in de 6 weken, gemiddeld. En dan 3 jaar lang. We rekenen een jaar even 40 weken, dus dat is 120 weken bij elkaar. En dan eens in de 6, dus dan zijn we daar 20 keer langs geweest. Nou, €95 voor de relatietherapeut, plus zoveel euro voor de benzine. Dus, nou, nog een beetje tijdsvergoeding, want dat ging allemaal van mijn werktijd af. Dus, laten we alles bij elkaar zeggen, dat het mij gekost heeft aan inspanning, tijd, benzine en ja, wegenbelasting. En, we zeggen €200 per keer. Hoeveel is 20 keer 200? Dat lijkt mij 4.000. €4.000 uitgegeven. Voor wat? Zodat die man dan na €4.000 over de balk te hebben gesmeten van mijn bankrekening, dat die dan zegt van, oh, ja, er is misschien toch wel een probleem met al die mannen die de hele tijd naar binnen gehaald worden door de moeder van jouw kind. Want 1 vader is niet genoeg. Nee, de moeder van mijn kind is geniaal. 1 vader is 1, 2 vaders is 2 en 10 vaders, dat is toppie. 10. En maar zo werkt het niet. Dus als jij in relatietherapie gaat, ga dan op zoek naar een therapeut die weet van jeugdtrauma's en hoe dat zich ontwikkelt. En er zit toch een ontwikkeling in en die gaat de verkeerde kant op. Mensen met zo'n jeugdtrauma die dan niet hun ouders kunnen vergeven, maar ze kunnen hun ouders niet onterven. Ze kunnen er geen afscheid van nemen, dat blijft altijd knagen. Als daar wat aan gedaan kan worden, en dan zal je nog steeds begeleiding nodig hebben in je relatie. Iemand is dan herstellende van dat trauma. Laten we hopen dat het lukt. Hè. Maar ja,
Wie ben je dan ten opzichte van elkaar? Er is iemand zwaar veranderd, namelijk plotseling opgegroeid. En plotseling komt dat inzicht. En dan begrijp je dat je... Ja, jij noemt het een jeugdtrauma, maar dat was alleen maar hechting. Dat jij dacht van, oh, dat zou toch beter moeten zijn, want ik ben een kind van God. Ja, maar die garantie is helemaal niet gegeven. Daar heb je helemaal geen garantieverklaring bij geboorte. Dat is een soort van, dit is jouw document van jouw kinderrechten. Dat is er helemaal niet. En het gaat fout, ik weet het. Ik zie ouders zich gedragen. Dat ik meen je toch niet? Maar volwassen mensen. Dat doe je toch niet? Het is een issue voor ons om te beseffen dat een relatietherapeut, dat je daarmee op moet passen. Zeker als je er zo eentje hebt die ik heb gehad. Ik kwam een keer bij de relatietherapeut met mijn vrouw. We waren toen wettelijk getrouwd. En we hadden een kind. Zij zat in die sessies daarvoor te kakel, de kakel, de kakel. Van ik ben zo ongelukkig en ik voel me niet fijn. En wat kan het nou zijn? Nou, volgens mij is het door Perry. Toen ben ik een dossier bij gaan halen. Op mijn laptop. Van 6 weken. Een kleine 1-2 zinnen per event of evenement, gebeurtenis. En dan nog een beetje ingedeeld. En dan, dingen die zich afspeelden tussen mij en de moeder van mijn kind. Dus 1-op-1 tussen mij en haar. Dingen die zich afspeelden tussen mij en mijn kind en die moeder. In het gezin, dus gezinsdingen. En overige. Dus naar de buurt en de familie. En zo. Nou, ik heb er een printje van gemaakt. Ik had niks gezegd tegen de moeder van mijn kind. Ik heb een printje van gemaakt. In mijn binnenzak gestoken van mijn Colbert. En ik ga lekker zitten met het assistentherapeut. Ik doe mijn schoenen uit. Vind ik prettig. En ik ga in kleermaken zitten op mijn stoel. En ik krijg het woord van de therapeut. Ik zeg, nou, ik wil wel graag wat zeggen. Ik wil wat voorlezen. Ik heb het opgeschreven. En het zijn een aantal dingen. Het waren 2 of 3 A4. Kan je nagaan? 2, 3 A4 in 6 weken tijd. Zij mag dat. Toen vroeg die therapeut aan de moeder van mijn kind, mag hij dat voorlezen? Ik had ook mijn nek in een strop met scheermesjes kunnen steken. Dat was net zo verstandig geweest. Stomme relatietherapeut. Nou, het mocht. Ik denk, nou, mooi zo, dan gaan we nu beginnen. En ik... Mijn voorstel was om alle punten voor te lezen en dan de discussie te openen. Van zeg maar bij welk punt je wil beginnen. Nou, ik begin dan zo bij punt 1... Nou, dan bleef het stil. Oké, dan punt 2. En dan punt 3. Er waren anekdotes. In de zin van... Ik had de
ik had de afwas gedaan, ik had de keuken schoongemaakt. En de moeder van mijn kind die was rode wijn gaan drinken met haar beste vriendin. En die komt om 10 minuten komt ze thuis. En ze begint te schelden. Ze doet de keukenlaar open. En ze zegt, wat is dit voor puinhoop? Ja, dat zijn allemaal de kleinere dingetjes, hè. En toen kwam ik bij punt 3. En ja, de moeder van mijn kind die wist waar het over ging. En die dacht, oh nee, dit moeten we niet hebben. Dit is... Nee, dit kan niet, hoor. Dus die begint te krijzen, jongen. En die therapeut die keek me aan en die zei, nou, het is beter dat we het ergens anders over gaan hebben. Snap je? 95 euro per uur, vraagt zo'n man. Zodat jij je mond houden kan. Kijk, Perry, ik ben de relatietherapeut en ik stel voor dat we gaan luisteren naar de klachten van jouw vrouw. Want dat is het belangrijkste. En dat ze... Ja, die wil ik ook eigenlijk niet weten, want je vrouw wordt er helemaal gek van als we daarbij stilstaan. Hé, hey, dankjewel, dat is echt fijne therapie. Zo. 95 euro per uur. Met een mooie autoreis naar Brummen. Want ga dat maar eens doen met het openbaar vervoer. Dat lukt je niet hoor, dat is een eindje lopen, dat kan ik je wel vertellen. Ik denk dat relatietherapie zinloos is. Niet aan beginnen. Tenzij je een therapeut hebt die stilstaat bij jeugdtrauma's. En die trauma's oplost. Dan blijf je bij elkaar of niet. Ja, daar heb je geen therapeut voor nodig. Als je elkaar recht in de ogen kan kijken. En dan, ik kan je vergist hebben. Dat klopt. Ik heb een relatie gehad. Dat was voordat ik die moeder van mijn kind ontmoette. En dat was ook een langdurige relatie van 10 jaar. En die zei op een dag tegen mij, als een stikzagrijnig. Zei ze, ja. Maar jij verandert de hele tijd. Ik dacht dat jij die was. Maar toen bleek je iemand anders te zijn. En toen dacht ik, oké, dan ben je dus die. En dan blijk je weer iemand anders te zijn. En ik word er helemaal gek van. Ja, je gaat naar de intratuin. En dan koop je een stekje. En even later ga je woedend terug. Is die stek is helemaal uitgegroeid tot een plant van 1,5 meter hoog. En dan zeg je, wat is dit voor shitzooi? Ik kocht toch een stekje. En, maar het groeit maar door. Je koopt een puppy. Een pitbull terrier pup. Zo'n lekkere, ja, zo'n half kussentje. Dan kan je lekker onder je voeten leggen. En daar gaat dat ding groeien. En dan ga je terug naar die pitbull verkoper. En zeg je, wat is het nou? Hè? Ik koop hier een pup. Maar wat ik hier aan de lijn heb, dat weegt 45 kilo. Ik wil mijn geld terug. Ja, het heeft geen zin bij sommige mensen. Ja. En dan snap ik wel dat het niet altijd de schuld is van de vrouw.
ongelooflijke mannelijke kuthomo of zo. Dat weet ik wel, dat is verder geen punt. Maar jij bent een man en je hebt zo'n vrouw aan de lijn. Of die heeft jou aan de lijn. Die vrouwen slaan jou aan de haak. Ze gebruiken daarvoor seks. Die gevaarlijke vrouwen dan. Ze doen geen afwas. Maar ze... ja, in bed is het geweldig. En je zit in die shitzooi. Nou, relatietherapie heeft geen enkele zin. Het kost alleen maar geld. En, ja, in mijn geval 4000 euro. Ha, 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 ha. Ja, daarvan had ik ook op vakantie kunnen gaan. Ja, 4 keer. Want ik heb mijn vakantieadressen. Kan ik 4 keer van op vakantie. Rode wijn drinken in Bulgarije. En goulash eten. In de avondzon. Bruin verbrand. Tot aan je kont. Relatietherapie is gevaarlijk. Daar wordt voor gewaarschuwd. Want heel veel relaties, ja, die werken niet omdat ja, een van de partners een ongelooflijk jeugdtrauma heeft. Dus mensen die allebei een jeugdtrauma hebben en allebei dan half, ik wil het niet meer en ik heb geen geld en ik ben helemaal buiten de maatschappij gevallen. Ja, die twee gaan geen relatie aan. Dus mensen met zo'n jeugdtrauma, ja, die kiezen iemand die geen jeugdtrauma heeft. Zoals ik. Ik heb het niet of niet meer. Nooit heel erg gehad. Een beetje trauma. En dat is opgelost. Met pijn en moeite hoor. En opgelost. Ja, dan loop je tegen zo iemand aan, of zo iemand loopt tegen jou aan. En die zit er helemaal onder het jeugdtrauma. Zo gek als een deur. En schelden, en krijzen. Bij die relatietherapeut, die heeft zich 3-4 keer kapot geschrokken. En niet van mij hoor, maar van de moeder van mijn kind. Dat hij verschrikt naar mij kreeg. Van, ik keek en zei van, zullen we van onderwerp veranderen? Ah, ik was goed gelovig en ik zag het positief in. Dat zie ik nog steeds hoor. Maakt mij niet zoveel uit. Niet meer. Heeft wel gedaan hoor. Behoorlijke pisteling geweest. 95 euro per uur voor onzin. Jeetje, dat is oplichterij man. Kwakzalverij. Al die tips en aanbevelingen van hem. Dan ging ik met de moeder van mijn kind en dan hadden we relatietherapie gehad. En zij had, noem het maar, een standje gekregen. Dan zitten we in de auto terug. En eerst zegt ze helemaal niks. En dan zijn we de hoek om en dan zegt ze... Wat een klootzak is die vent, zeg. Die lult ook alleen maar uit zijn nek. In die dagen, mijn kind was toen 7.
Met al die sessies. Ik denk van ja, we zouden eigenlijk in huis camera's moeten installeren met audio. Een soort van Big Brother huis. Even kijken wat er nou precies gebeurt. En dan de highlights eruit pakken. Oh, relatietherapie. Ja, je wil geld zelf houden, of niet? En maar ga dan, stort het op Giro 555 voor red de zwarte homo's. Oh, die schijnen het heel slecht te hebben hoor, de zwarte homo's. Nou, geef daar je 4000 euro aan. Bedoel, je bent je 4000 euro kwijt, maar dan ben je toch al. En het kost je niet zoveel tijd. Ja. Dan kan jij lekker gaan vissen. Een beetje tot rust komen. Hey, mensen met een jeugdtrauma. Als er voorbij de houdbaarheidsdatum zijn. Ja, waar moet je er verder mee, joh? Wat een saai bestaan, hoor. Oh, wat is er voor geschreeuw? Nou, dat is mijn partner. Die gaat weer eventjes helemaal uit de plaats. Ja, maar waarom dan? Nou, er ligt een theedoek op het gasfornuis. Ja, maar dat kan ook niet, hoor. Want een theedoek moet aan het haakje hangen. En waarom lag dan die theedoek op het gasfornuis? Nou, ik had net gekookt en ik had gekookte aardappelen of macaroni. En als ik die dan afgiet, dan doe ik een theedoek over de deksel heen. De deksel een beetje scheef. En dan trek ik dat zo aan en dan kip ik hem zo voorover. Ja, maar dat kan je er ook met ovenwanten doen? Ja, dat kan. Tuurlijk kan dat. Waarom niet? Maar ik vind het makkelijker om dat met een theedoek te doen. Dus dan span ik een theedoek over de deksel van de pan heen. De deksel van de pan een beetje scheef. En dan al de hete water eruit. En een beetje omschreken. Nog een beetje water eruit. En dan pak ik de deksel van de pan beet door de theedoek heen. Want die deksel is heet. En dan leg ik die hete deksel op het gasfornuis. Nou, en dan ga ik die macaroni verder verwerken. Of die aardappelen. Scheutje olijfolie. Wat macaroni is, ook een scheutje olijfolie. Of wel lekker hoor. Klontje boter is ook wel lekker hoor, by the way. Eitje erin. Dat is ook. Op het laatste, als de macaroni is helemaal lekker al dente. Kwak je er gewoon een ei in. Je hebt een liaisonnetje, dat is ook lekker. Doe je een eitje, een scheutje room en een klotsje de klotsje de klots, heb je een liaison. Ah, die meukte mij. Zalig. Nou, dan zit ik dus te wachten samen met mijn kind tot die moeder thuis komt van haar werk. Die moeder die heeft niet zo'n gevoel voor rekenen of wiskunde. En die werkt dus bij CITO, het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. Belangrijke baan hoor. Als je niet kan rekenen en niets van wiskunde weet. En dan komt zij thuis en dan ligt dus een theedoek op het gasfornuis. Ja. Daaronder ligt die deksel. En ik deed elke avond de afwas. En als ik klaar ben met de afwas, dan is het aanrecht schoon. De gootsteen is schoon. En de handdoekjes, de dinges en de vaatdingetjes. En dan is alles schoon. Ja. Maar nu gaan we eten. Ja. Ik heb net gekookt. Ja. En mijn dochter zat er zo bij. Van, oh, papa krijgt weer eens voor zijn kloten. Nou, dat moet toch wel. Waar rook is, is vuur. Dus mijn dochter wil me ook niet meer zien. Die wil me niet meer spreken. Die heeft totaal genoeg van mij. Ja, dat is die man die legt
theedoekjes. En dan wordt mijn moeder boos. Ja. Heb je, het leidt nergens toe. En ben jij als man zo dom geweest om je leuter, dat mag je nog steeds zeggen. Je jonge heer, zeg maar. Om die te steken, en dan mag je niet meer zeggen, je mag niet kut zeggen, je mag geen vagina meer zeggen. Maar dat heet het, voorgat. Politiek correct bezig blijven. Je hebt je voorgat gestoken in zo'n mens. Wegwezen. Je had het nooit mogen doen. En dan bloemen geven, al die cadeautjes, dat helpt geen donder. Zo'n vrouw die vertrouwt jou niet. Dat kan ze helemaal niet. Die is altijd wantrouwig. Wat ben je aan het doen? Dit kan niet. Dit kan niet. Ja, ze vertrouwt je niet. In mijn geval, zij ging voor de economische status die ik had. Dat ze dacht van, nou, dat ziet er best gezond uit. Zo bij de eerste relatietherapeuten ging het om het voorval. Ik stond om 7:15 's morgens in de keuken het ontbijt te huppeltje puppen. In mijn kamerjas. Ik moest nog douchen. En dan gaat de voordeurbel. Dan denk ik, wat? Ik loop naar voren toe. En er staat daar een oudere vrouw met 2 grote plastic tassen. En die vraagt naar de moeder van mijn kind. Ik zeg, even wachten. Ik laat haar binnen in het portiek. Ik het huis in. Ik kende die vrouw helemaal niet. Ik het huis in. De moeder van mijn kind attenderen van ja, er staat hier een vrouw in het portiek en die vraagt naar jou. Oh, zegt de moeder van mijn kind, dat klopt. Ja, nee, daar kom ik eraan. Ja, kom eraan. Die vrouw had in die plastic tassen een stapel katoenen luiers zitten. Want de moeder van mijn kind is heel erg eco. Heel eco-gevoelig. Die gooit met dieren, die schopt dieren. Kortom, eco all over the place. Mijn dochter aan het huilen maken. Ze heeft mijn dochter ook geschopt. Ze is heel erg eco. Ze wilde geen pampers meer. Nee, katoenen luiers. Daar had ze het over gehad hoor. Daar niet van. Dat wist ik wel. Maar kennelijk had ze dus geregeld dat... Er was een collega van... Ja, aan haar werk. Ja, natuurlijk, hè, maar was het CITO? Dat weet ik niet meer. Nou, en die vrouw die zegt tegen de moeder van mijn kind: van nou, hier zijn de katoenen luiers waar je om vroeg. En nu krijg ik 70 euro. Handje contantje. En dan draait de moeder van mijn kind, die draait zich om naar mij en die zegt: mag ik 70 euro? Geef, want ik heb het beloofd. Geef dat geld. Stand up and deliver. 'S morgens om 7:15. Ik sta op mijn sokken in mijn kamerjas. Ik moet nog even douchen. En daarna wil ik graag naar mijn werk. Maar als we allemaal opschieten, dan kan ik om 8:30 de deur uit. En dan ben ik om 9:00 op mijn werk. En dat is vroeg genoeg. Als je mij begrepen hebt.
Zij kwaad, jongen. Ja, ik had geen 70 euro. Wat moet ik met 70 euro in mijn portemonnee? Sorry hoor. In mijn portemonnee zit soms helemaal geen euro. En als ik net gepint heb, joh, 20 euro, 50 euro, zoiets. Kan je weer een tijdje mee vooruit. 70 euro. Dan loop ik daarmee in de rondte. Nou, ik dacht het niet. Besproken bij die andere relatietherapeut, die was van de Gelderse Roos. Dat was een psychiatrische hulpverleningstoestand van de overheid. En die man die vroeg aan de moeder van mijn kind, van ja, heb jij van tevoren tegen hem gezegd dat hij 70 euro moest regelen? En dan zei de moeder van mijn kind, nee, waarom? Ik vraag toch om 70 euro? Ik ben toch niet gek of zo? Het is echt om je te bescheuren. Die mensen zijn niet dom, by the way. Ze zijn onvolwassen. Het zijn kinderen. Het zijn kinderen die nog moeten leren dat als je wat wilt, dat je moet overleggen. Ja, dat snappen kinderen niet. Kinderen doen maar wat. Had mijn dochter moeten flikken. Toen ze 3 was of 4 was. Van pap, 70 euro, nu. Schelde. Mijn dochter een klap gegeven. Hou je bek. Misschien had ik haar ook een klap moeten geven. Van nu je mond houden. Jij wil ze graag met die katoenen luiers gaan spelen. Dat heeft ze helemaal niet gedaan. Want toen de 3 volgescheten waren met die heerlijk riekende stront van mijn dochter. Toen dacht ze, gadverdamme, wat een hoop werk. Ja, dan komt ze weer thuis met pampers. Zeg, die katoenen luiers dan? Ja, nou, we doen nu weer even pampers. 70 euro, weg. Ik weet niet wat ze ermee gedaan heeft, hoor. En die therapeut die zei alleen maar tegen de moeder van mijn kind. Van, ja, maar dan moet je overleggen. En de moeder van mijn kind zei, oh, is dat zo? Nou, dat zal ik onthouden. Ja, en later flikt ze me iets. En dan zeg ik tegen haar van, hey, hoe zit het met het overleggen? Nou, zei ze, ik doe toch precies wat de therapeut zei? Jij hebt helemaal niet overlegd over dit. Ja, zei ze, dat zei die therapeut toch. Je moet zo min mogelijk overleggen, want dan heb je een vrije, volle relatie waarin je zelf kan doen waar je zin in hebt en alles gaat goed. Overleggen, dat is een beperking van je menselijke vrijheid. En zo'n persoon hoef je niet mee te nemen naar relatietherapie. Het heeft geen zin. Daar kan je lekker mee stoppen. En ik zou graag de verhalen willen horen van vrouwen. Die zo'n absoluut idiote kerel hebben. Die maar doet wat hij maar zin in heeft. Hij houdt nergens rekening mee. Dat doet maar wat. Die gaat neuken buiten de deur. Met Marietje. Zijn nieuwe stenotypist. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ik zou graag de verhalen willen horen van de andere kant. En met zo'n man heeft relatietherapie geen enkele zin. Als een man buiten de deur gaat neuken, dan trek jij een noodrem, dan ga je cashen. Breng hem tot de bedelstaf. Dat is mijn advies. Maar ja, als man, als je dat hebt, joh, is het een beetje moeilijk om je vrouw tot bedelstaf te brengen. Hoor. Meestal draai jij op voor alimentatie. Oh, 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 oh. Kijk, als jij belandt als man in zo'n relatie met een vrouw, die is als de moeder van mijn kind, zo snel mogelijk wegwezen. Ja, maar mijn kind dan. Ja, die ben je toch al kwijt. Dus dat maakt niet uit. Ja, in mijn geval is mijn kind is een meisje. Ja, die plakken aan die moeders. Er zijn twee maten. Als er afgesproken is, we gaan tussen 6 en 7 eten met haar moeder. En haar moeder komt pas om 8:45 thuis met 2 kartonnen dozen met daarin pizza's van de supermarkt. Dat vindt mijn kind geen enkel probleem. Want het is haar moeder. En die is nu een keer zo. En van mij verwacht ze, tussen 6 en 7 eten, dus uiterlijk 7 uur, wil madame een diep bord met macaroni. En dan een gebakken ei erbovenop. En is het 7:05, omdat het lekker weer is en papa heeft nog even op het balkon in de zon gezeten? Nee, mijn dochter, maar het is 7 uur geweest en er is nog geen eten. En ik had gezegd tussen 6 en 7. Het is om je kapot te bescheuren. Dus vanuit Arnhem zeg ik goedendag. Nee, ik vind het erg leuk dat jullie dit luisterden. Dus, als ik dan zeg vanuit Arnhem zeg ik goedendag. Dat is Alan Watt. Zo sluit Alan Watt altijd af. From Ontario, Canada, I say goodbye of goodnight. And may your God or gods be with you. Nou, dat zeg ik ook. Ik hoop dat ik er wat aan gehad heb. Dat je goed moet oppassen met de keuze in welk voorgat jij je leuter gaat stoppen. En die crazy bitches, die allemaal zo lekker van, oh mijn, dat is wel een crazy bitch. Ja, het is niet altijd een goede moeder. En waarom zou jij je leuter stoppen in het voorgat van iemand die geen goede moeder is? Stop het kindermisbruik. Op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus. En dag lieverds.